Wat dacht dat ding? Hoe zeg je croissant in het Frans? Stokbrood. Maat! Wat gebeurt hier? Een leuk kinderpartijtje. Enig. Zo! Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag gaan we eventjes iets anders doen. Iets compleet anders. We gaan geen vlog maken, maar we gaan reageren op TikToks. Ik weet het, jullie zitten allemaal op TikTok. Ik zit zelf ook op TikTok. Niet heel veel, maar ik zit er wel op. En als je me nog niet volgt, dan moet je dat eventjes gaan doen. Vincent X Visser, ga checken en volg me. Maar we gaan dus samen kijken naar TikToks en we gaan op reageren. En ik heb aan Ruben en Willem gevraagd of zij leuke TikToks konden uitzoeken voor mij. En die hebben ze naar me doorgestuurd. En er zijn er best wel een paar die denk ik wel heel erg grappig zijn. Een paar ken ik ook al. Maar we gaan gewoon samen kijken. Dus let's go. De eerste TikTok. Welkom Nathalie. Dank je wel. Goed dat je gekomen bent. Heb je er een beetje vertrouwen in? Oh, nee, dit is volgens mij de rijdende rechter ook. Nog niet. Dat bedoel ik toch nou al. Oké, maar goed, laten we toch rustig. Wat is er aan de hand? Wat is er? Wordt helemaal gek. Waarom is er Ik heb deze al gezien, ja. Heel even. Rustig, ja. Even rust, neem een slokje water. Jullie worden gek van het geluid. Deze vrouw die zit ook echt heel chill van te kijken. Met een tafel of met een bank of wat dan ook. Er wordt heel hard over die vloer geschoven. En dat is niet overdreven. Mijn moeder wordt er gek van. Ik word er stapel gek van. Ik heb daarover al contact gehad met de woningbouw. Ik ben al 7 jaar aan het mailen. En 7 jaar doet woningbouw helemaal niets. Helemaal niets. Weet je, droom is goed. Sorry dat ik tegen jou zeg dat die gezeur niet van huis komt. Ik heb ook last van jullie, elke dag. Kijk, nu barst je los. Die deuren klappen, schreeuwen. Dat bedoel ik dus. Dat bedoel ik dus. Ik gooi niet de deur, ik kan het niet meer. Doe me nog een toe. Ik heb overal kijk de schuld van. Hier is het helemaal gek. Rust. Ik zeg gewoon de waarheid. Ik zeg ook de waarheid. Ik wil even door. Ik wil gewoon rustig kunnen leven. Dat kan ik nou niet. Mijn dochter ding. Ze wordt elke keer beschuldigd van dingen dat ze niet doen. Zondag gaat mijn dochter... Weet je wat een beetje het probleem is? Je weet natuurlijk ook nooit bij dit soort programma's wat nou... Wie er nou uiteindelijk echt gelijk heeft, weet je wel? Bijvoorbeeld die vrouw met die zwarte doek om haar hoofd. Het kan zijn dat het inderdaad ook echt totaal niet van haar huis vandaan komt. Maar dat die andere vrouw weer haar gaat beschuldigen van... Yo, het komt van jouw huis. Maar ik moet gewoon zo lachen om die vrouw die met het korte kapsel... Die helemaal gek wordt. Die wordt gewoon helemaal gek. Die krijgt gewoon een paniekaanval of zo. Wat zeg jij? Mijn dochter is gek. Mijn dochter bel me gelijk. Mama, die buren zeggen dat ik ben gek. Heb niet gezegd, dat is echt niet waar. Betty, even laat haar dochter met rust. Wat bedoel je nou, die leugens? Dan ben ik zo zat. Leugens? We hebben niks. Wat doe ik nou? Ik durf gewoon niet meer naar buiten toe. Zonder. Ook even adem halen. Ik kan het niet meer, verdorie. Ik heb al geen maanden de politie meer gebeld. Stus. Maar ja, ik moet zeggen, kijk, als die vrouw het echt zo ervaart, dat ze het zo erg vindt en dat ze er zoveel last van heeft, ja, dan is dat inderdaad wel zielig, maar... Ik kan het gewoon niet meer! Ik kan het niet meer! We gaan naar de volgende! Hoe zeg je croissant in het Frans? Stokbrood. Maat! Dit is toch... Nee, maar even serieus. Als deze gast serieus is, dan is hij echt fucking dom. Dit is niet normaal. Hoe noem je een croissant in het Frans? Stokbrood. Echt, jongen. Deze guy. Oh nee, niet. Hoe heet een... Hoe zeg je croissant in het Frans? Stokbrood. Hoe zeg je croissant in het Frans? Stokbrood. Wat een idioot. Mr. and Mrs. Christopher Meyer. Oh. Zo. Wat doet hij nou? Mr. and Mrs. Christopher Meyer. Oh shit. Hij is natuurlijk gewoon, hij gaat trouwen en hij is helemaal enthousiast en wat heel stoer naar binnen komen met zo'n trapje of zo, gewoon een leuke sprong. Maar knalt vol met zijn kop tegen de deurpost aan. Maar het leuke is, hij staat ook gewoon op en dan gaat hij een beetje zo stoer doen van nee, er is niks gebeurd. Maar je ziet ook echt, zo'n rode kop helemaal van hem zo van, ja, ga wel lekker. Kijk van, oh, hier. Ah joh, nee, er is niks aan de hand joh, ik ben alleen een fucking duizelig, ik ga straks omvallen. Hé, maar even serieus. Als je opspringt tegen de deurpost aan. Dat doet pijn. Hey, kutduiven. Kom hier, kutduiven.
Ik weet niet wat dit is, maar deze gast die probeert een duif te schoppen. Wat niet goed is. Jongens, blijf van dieren af. Moet je niet doen. Maar deze guy die probeert een duif te schoppen, die valt vervolgens met zijn kop tegen een prullenbak aan. Sommige mensen, het is niet normaal. Hoe krijg je het voor elkaar? Hoe krijg je het nou in godsnaam voor elkaar? Nou, misschien had hij wel alcohol gedronken, je weet het niet. Duimdrom? Ja. Voor hem, een grote speler. Dus niet tegen de lamp aan. Duimdrom? Ja. Je hoort iemand nog in de verte schreeuwen, nu tegen die lamp aan. Wat gebeurt er? Kirk tegen de lamp, glazen om. Ja, was te verwachten. Wat gebeurt hier? Een leuk kinderpartijtje. Enig. Zo! Oh, er zit een jongetje die zit op de glijbaan met zo'n auto te spelen. Die wilde hem dus zo... Ik weet nog, vroeger deed ik dit ook wel. Ging met auto, ging hem omhoog duwen en dan kwam hij weer terug, zeg maar. Maar dit gast, die gooit hem zo hard omhoog, dat hij er overheen gaat en gewoon vol op de kop van een ander meisje komt. Komt ook hard aan ook, hoor. Je kijkt. Yeah, let's go! Woe, poef. Oh. Geloof me, dat komt hard aan. Dat komt erg hard aan. Sam. Wat is dit? Zo! Ik heb... Nah. Kijk, dit zijn de TikToks die Ruben heeft doorgestuurd. Maar Ruben, die, ik weet het van Ruben, die gaat al helemaal stuk op TikTok. Als er dus andere mensen eigenlijk pijn hebben. Dus gewoon een beetje... Ja, misschien een beetje gek. Maar hij gaat altijd gewoon stuk om als mensen vallen. Als iemand bijvoorbeeld... Nee, Ruben ging helemaal stuk om die vorige video met die gast met die bruiloft. Maar deze ook. Die man die wil een bal terugtrappen en trapt vol in iemands gezicht. Oh. Oh. Ook van zo dichtbij, hè? Dat is echt niet chill. Hier. Boom. Oh. Dit is echt fucking flauw. Je ziet... Nou, trouwens, ik zou dit ook wel hebben gedaan. Je ziet dus inderdaad een man, die wil die bal ervan pakken. Die blijft zo echt op het randje wiebelen zo. En dan een vriend die pakt zijn benen en gooit hem eroverheen. Nou, ik had het denk ik ook wel gedaan. Dat is te grappig. Kijk, hier. Hier, lekker wiebelen. Kom eens hoor. Hoppa. Gooi maar, jongen. Ja, dit is gewoon grappig. Dit is gewoon grappig. Hier, krijgt ook nog een klap. Ja, terecht. Leuk, leuk, leuk. Even kijken, ik moet altijd het eerste tekst lezen, want anders kan... Wanneer je een gruwelijk lekkere chick geregeld hebt, maar op het moment... Supreme niet omhoog krijgt. Ja, ik snap, ik hoop dat jullie begrijpen met hem niet omhoog krijgt. Dus als je een hele lekkere chick, dus gewoon, ja. Dus, ja. Daar geef ik mezelf nooit aan. Ik zal nooit, werkelijk nooit van mezelf houden. Of het maakt niet uit hoe vaak ze me ook toezingen. Het maakt allemaal geen reet meer uit, joh. Ik zal mezelf haten. Ik val van mezelf. Ik dacht dat ik iets sterker was dan dit, maar ja, blijkbaar niet. Het maakt allemaal niks meer uit wat ik hierna ga doen. Het hele leven heeft geen zin meer, echt niet. Je zou ook kunnen zeggen, het is het begin van een nieuw leven. Ja, ja, ik vind dit dus heel grappig. Dit vergeef ik mezelf nooit meer. Klaar? Als je een lekkere chick hebt geregeld en je krijgt hem niet omhoog. Nou ja, ze bedoelen met, en krijgt hem natuurlijk je piemelmaasje. Je piemelmaasje. Maar ja, dit vind ik wel grappig. Dit klopt dan. We hebben hier weer een. Wanneer je een analyse moet geven van je Tinder date? Ja, toen snel gewoon shirt uit, broek uit. Ja, en erin. Kom eens schieten dan door je lijf? Ja, eigenlijk ben ik daar altijd wel heel rustig onder. Want ik weet dat ik ben hiervoor gemaakt. En ik was meer blij dat, ja, dat ik eindelijk weer de kans kreeg. En, dus, ja, toen snel gewoon shirt uit. Wanneer je een analyse moet geven van je Tinder date? Ja, gewoon snel broek uit, shirt uit en weet je wel, gewoon erin. Wat ik net ook al zei, hebben jullie al een kijkje genomen op mijn TikTok, Vincent X Visser. Ik heb post de laatste tijd veel dingetjes over muziek, bijvoorbeeld zo'n video. Een video waarin ik zeg maar ga zingen voor jullie. Kijk, dit zijn nog gewoon kleine stukjes. Dan ga ik bijvoorbeeld hier, ben ik gewoon even een demo'tje aan het maken. En dat gooi ik dan gewoon gelijk op TikTok om gewoon te kijken wat jullie ervan vinden en of jullie het leuk vinden. Dus ben je benieuwd naar muziek en andere leuke TikToks? Volg me dan op TikTok. Laat eventjes in de reacties weten of jullie vaker dit soort video's willen waarin ik ga reageren op TikToks of andere dingetjes. Laat eventjes weten. Laat ook een blauw duimpje achter. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie morgen weer om 6 uur. Joejoe!